Goedemorgen deze morgen. Ik had gisteren een berichtje ingesproken en toen zei ik van nou weet je, ik heb een eigen gebedsruimte, gebedskamer waar ik heel veel uren doorbreng en samen met de Heer. Het is eigenlijk gekomen nadat we de film hebben gezien van The War Room, waarin in een huis zeg maar een aparte kamer was ingericht, waar zij allerlei gebeden en dergelijke had hangen, waar zij ging bidden voor menig mensen. En daar werd ik door geïnspireerd. Maar goed, we hebben niet zo'n... We hebben best een redelijk huis. We hebben niet zo'n heel groot huis. En ja, waar gaan we dan ruimte maken? Nou, we hebben samen geen kinderen. Zouden we wel heel graag willen, maar die hebben samen geen kinderen. En dat betekent dat, dat we één slaapkamer nodig hebben voor onszelf. En daarbuiten hebben we eigenlijk... is het fijn als we een kamer hebben waar we voor onszelf kunnen zijn. Suzanne heeft een zolderruimte waar ze... kan knutselen, want Suzanne is, die maakt allerlei hele leuke dingen voor mensen, feestpotjes en sleutelhangers en voor een kringloopwinkel allerlei cadeautjes, cadeauartikelen die ze kunnen verkopen van lieve oma en weet ik allemaal. En daar is zo hartstikke goed in. En ik heb ook een eigen kamer, maar dat is een gebedsruimte. En daar ben ik heel trots op. En ik breng heel veel uren door met het woord, lezen van de Bijbel, voor bidden voor mensen. En als ik even mezelf terug wil trekken, ga ik naar deze ruimte. En ik wilde eigenlijk eventjes deze ruimte laten zien. Ik moet wel zeggen dat dat hier een beetje meer spullen staan dan dat misschien de bedoeling is. Maar er zijn een aantal spullen die willen we, willen we verkopen. Ik heb heel lange tijd allerlei spullen verzameld. En... die staan nu even in deze ruimte. Dat is echt zo. Maar dat is geen probleem, dat komt. Dat komt. Als er tijd daarvoor is, dan komt dat. En dus ik wil je even een blik geven in mijn gebedsruimte. En wat je dus al... ik zit even te denken waar ik het beeld kan omdraaien, jongens. Lukt niet. Waarom lukt dat niet?